Goed mensen, ik ben zo leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Tom Kingcraft. Jongens, ik zit hier even lekker aan de wijn met meneer, uh, weet ik niet hoe die heet, hoe heet hij, ik kan niet tegen hem praten. In ieder geval jongens, ik zou zeggen, doe lekker hetzelfde, pak even gezellig wat drinken. Of lekker wat drinken, niet gezellig, pak lekker wat drinken. En geniet van deze aflevering weer. Wow, wat gebeurt er? Wow, ik ben dronken. Wow. A heady vintage. Uh, drink a mug of wine. Holy shit, jongens, ik ga geen wijn drinken, want dit gaat niet goed. Oh, wat de hel was dat? Um, Wel, ik kan dat niet lezen, ik kan niks lezen. Ik wil hieruit. En, oh, jongens, de hartelijk dank voor het gratis drankje, hoor. Maar uh, no way dat ik dit kan doen. Zo lopen, het regent en... Oh my god, ik ben gewoon een zuiplap, zo. Oh my god, wat moet ik doen? Ik leg hier mijn muk neer, hoppakee oké. Um, right Ik word hier een beetje misselijk van Oh my god, het gaat nog lang niet over En dit is zo, nou, dus wat ik even ga proberen Is wat melk te bestellen Als het me lukt Hallo, mag ik melk? Mag ik melk? Hallo, ik ben een beetje dronken Mag ik melk? Oh nee, ja Hey, let me see what you, what you got Oh, ze hebben geen melk Um, oh my God, zit zoveel alcohol hier. You, dit vodka, 52% alcohol. Don't do that, guys. Dat is niet goed. Um, Oeh, dit geeft me 130% strength. Oh, wat gebeurt er? I know it's a sore spot. What, what shall I tell everyone? Please, now I want to forget whatever no, happened. I am fancy. Atta, ataka. Oké, okay, um, hoe lang ben ik nog dronken? 1,5... Oké, okay, we gaan naar de apotheek en misschien hebben ze daar wel melk. Oh my god, dit is zo niet goed, hè? Oh my god, niemand is er ook. Oké, okay, weet je wat? Ik ga gewoon even wachten tot dit voorbij is, want het is echt uh, naar. Echt heel naar. Oké, okay, het is voorbij. In ieder geval, jongens, ik wou zeggen, doe allemaal een blauwe duimpje al omhoog. Uh, wij gaan naar een nieuwe realm. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan naar de Great Temple. Dat is min 336. Laten we daar maar even naartoe gaan. Min 336. Dat is een uh, eindje die kant op. En ik weet al, denk ik, waar het is. Nou, ik, we stonden er, denk ik, al eerder voor. 336. En kijk, er is nu, dat ding is nu open. Zie je dat? Dus we kunnen nu hierin. We kunnen nu, als het goed is... Naar Middle Earth. Oh my god, hier is hij. En daar is Kirasha, de tempelmonk. Laten we eerst even tegen de tempelmonk gaan praten. Greetings, Midnan. I've been waiting a long time uh, for, your, for you to arrive. I'm glad to see you have finally proven what I have already known. That you are a true hero. What is this place? Even lezen. Ja, oké. Het is gewoon het Lord of the Rings verhaal. Like, that's it. Wat zit hiernaast? Zit hier toevallig wat? We kunnen hier naar beneden. Uh, kom je in de sewers of zo? So? What the frick is dit? Het is gewoon een random plekje zo. So. Alright, alright. Nou, nah, leuk of zo. So. I don't know. En wat is dit? Ik denk dat dit gewoon een teleportation device is. Oh, dit is, voor, uh, dit is voor, van Mistcraft. Oké. Okay. En hier is een, een, een chille bed. Zo, dat is natuurlijk super teel, Gewoon even lekker slapen. Dus mijn spawn hier ook. En laten we maar naar Middle-earth gaan, jongens. Ik ben heel erg benieuwd wat hierachter staat. Oh, my god. There we go. The first steps. We zijn beland. Uh, Hobbits. First steps. Wat is dat? Enter Middle-earth. Oh my god. Press enter view the Middle-earth menu. Right, let's do this. Dit uh, wist ik inderdaad. Uh, the Shire. We zijn uh, gewoon heel erg chill in The Shire. En uh, we kunnen nu allemaal richting op. Zoals je al ziet. We kunnen naar Linden. Wat echt een ontiegelijk mooie plek is. Daar wil ik eigenlijk echt naartoe. naar Linden. Want dit is. Uh, hier is ook waar de Grey Havens uh, zijn als het goed is. Dat is. Dacht ik hier? Of is dat meer Zuid? Ik weet niet. Als het goed is, was dat hier. Ik weet het niet meer zeker. Ehm. Um, Wauw, moet je kijken jongens. Je hebt hier allemaal Lothlorien. Je hebt uh, uh, Mirkwood. Je hebt hier, de, hier was dus Erebor. Erebor. En is dat hier? Dat is hier toch? Willowland. Ja, staat hier Worldland. Maar als het goed is. Ja, als het goed is, is dat hier. Um, hier was dus de uh, hobbit was gefilmd en zo. Nou ja, niet, niet in Minecraft, maar dit is super gaaf. En dan heb je ook Harrod en zo. Oh, je hebt ook Harrod hier. Dat ziet er geweldig uit en het loopt ook helemaal omlaag. Oké, okay, dat had ik niet verwacht. Nou, jongens, avontuur. Let's do this. Use the key left and right to cycle between alignments. Alright, dus dan hebben we dit allemaal. de Woodman, uh, Realm Guldur, Durin's Folk, Lothlorien, Doenland, Fangor, Rohan, Gondor, Mordor en de Hobbits. Nou, we zijn natuurlijk nu in de Hobbits, dus uh, dat is het beste. Um, Oké, okay. ja, laten we maar even rond gaan kijken. Dit is dus uh, de spawn. Hier kom je, hier begin je... Eh, what up, bro? Greetings, Midnan. I've seldom seen big folk like you around these parts. Hup, the Underhill, the Hobbit. Wauw, nou, het ziet er gezellig uit. Jullie, eh, uh, dat klopt niet echt. Oké. Okay. Ehm, um, maar wat, wat, wat moet ik doen? Like, ik ben hier nu wel leuk hierin, Maar wat moet ik doen? Claim reward, natuurlijk. Hoppakee. Heb ik weer Mithril? <laughs> right. Oké, okay. ik krijg nu echt heel veel items. Dat is redelijk chill, maar ook weer niet. Ehm. Um, als het goed is kan ik nu ja arcane magics kan ik nu doen <laughs> wow oké okay, we kunnen heel veel kant op dit is het leuke dit is echt super vet want nu kunnen we zoveel kant op um, alright dit kunnen we dus doen en we kunnen age of industry kunnen we doen dus we kunnen technologie uh, kant op en uh, we kunnen de arcane kant op uh, ik, ik weet niet wat jullie vet vinden en quest journal ah, dus dit al steeds um, ja we kunnen nu allemaal dingen gewoon kiezen wat we willen gaan doen en ik denk dat eerlijk gezegd Arcane Magic het vetst is, denk ik. Ik denk echt dat dat het vetst is. En je hebt hier gewoon... Wauw, dit is echt gaaf. Birthbed. Laten we eerst maar gewoon een beetje gaan verkennen. En ik heb een stralpol in, uh, in de beschrijving gedaan. En dan mogen jullie gaan kiezen wat ik uh, moet gaan doen. Wat jullie denken van... Ah, Sam, dit is wel vet om te doen. Uh, Maak een... Uh, weet, weet ik veel wat... Ga, ga beginnen met Magic, ga beginnen met Industry, ga weet-ik-voor-wat doen. Laat me weten in de reacties en in de strawpolls. Strawpolls zijn twee opties waar je in kunt kiezen. Maar ik ben heel erg benieuwd. Is dit... Uh, is Conqueror, ik weet niet wat het is. Um, ik denk dat ik het beste hier gewoon ergens random een huisje kan maken. En dat we hier gewoon lekker gaan beginnen. Ik bedoel, we zijn bij de hobbits. En we kunnen hier gewoon een heel mooi beginnetje maken. Met allemaal eten en weet-ik-voor-wat en farmen. Uh, we gaan even kijken wat we hierin kunnen vinden. Want ja, als het goed is ligt hier gewoon allemaal loot. Uh, ja, zoals feathers en zo. Niet echt super nuttig, maar oké, okay, het ligt er. Uh, helemaal niks hiermee. En uh, hier toevallig... Hello! Goodyay, met dan. En dan hebben ze hier allemaal... En hier hebben ze natuurlijk loot. Uh, ik zoek eigenlijk seeds of iets dergelijks. Nee, ik ga geen alcohol in drinken, sorry. Uh, there's nothing quite like a pin of ale from the green dragon. Ja, yeah, alleen hier is de green dragon niet, dat is een beetje anti De weer. Uh, the darkness listens. Oké, okay, dat is creepy. En, um, is er een plek waar we naartoe moeten gaan? Wat is dit knopje voor, wat is dit knopje voor? Uh, oh, je kan custom waypoints kan je maken, dat is ook zo. Uh, maar dat wil ik nog niet doen. Oh, we gaan eerst even die Artifact Dungeon. Uh, artifact Dungeon daar even doen. Want dat is denk ik wel heel vet. Ik heb hier ook gewoon solid 60 FPS. Dus in het begin is het even heel erg zwaar voor je computer. Maar zodra je hier komt, is, valt dat echt reus mee. Dus dat is wel super fijn. Um, Wauw, kijk, al mijn hobbits zitten hier ook gewoon lekker te chillen en zo. What up, bros? What up? What up, Reno? Um, Wat is dit voor dungeon? Dit is allemaal illusionary blocks. Dat so is heel erg naar. Hoppakee. En dat is een crafting table. Maar I really don't care about the crafting table. Zo, we gaan gewoon helemaal omhoog. En als het goed is, gaan we hier loot vinden. Dus dan gaan we hier weer even overheen, hè? En wat vinden we? Oh, een uh, Gold Rain of Excavation. Dikke bigs Halls. Nou, dat vind ik niet zo super interessant. Dus die laat ik ook maar. En uh, hier toevallig nog wat boven. Cobblestone, mossstone, Stone, Illustrator Nou, nah, helemaal niks. Helemaal niks. Nou, jongens. Laten we maar een huisje gaan maken, I guess. Ik denk toch wel dat het vet is. Uh, we kunnen hier zelf ook een huisje in gaan maken. Met, uh, in deze toren. Ik denk niet dat het... Uh, ideaal is. Denk het niet. We kunnen ook bij een hobbit juist wonen. Misschien is dat wel heel erg vet. Dan laat ik dat maar gewoon doen. Ik wil, Waarom zou ik in godsnaam niet bij een hobbit wonen, toch? Dat is een perfect idee, gewoon. Ik ga gewoon... Uh, bij een hobbit wonen. <laughs> Because why not? Oh my god, check deze rabbits. Want uh, hobbits zijn altijd gewoon vet vriendelijk en zo. Ik kan ook een... Uh, een boomhut gaan maken. Is ook echt heel erg vet. Maar ja, ik ga gewoon lekker... Uh, ik, ik, ik ga gewoon hier wonen. Like, why not? Ik ga gewoon lekker... Ik ga... Ik weet niet hoe jullie erover nadenken. Maar vanaf nu is dit mijn huis. Bam. Ik claim dit huisje hier zo. Um, er moeten wel even wat veranderingen in komen. Zoals uh, dit. Ik weet niet wat dit allemaal is, maar ik kan hem allemaal weg. Hoppakee. En dan gooi ik hier mijn crate neer. Hij moet natuurlijk wel even mooi neergezet worden. Hoppakee. En dan gooi ik hier even al mijn spulletjes in. Wat ik heb. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook heel veel geld. Nou, dat wil ik. Uh, ik, wil, ik wil hier even al mijn troep neergooien. Ik ga een farm ga ik even maken. Wat heel erg belangrijk is. Daarna kunnen we even uh, de mines in en even kijken wat we allemaal kunnen collecten. En zo kunnen we al een beetje een beginnetje maken aan ons. Uh, ja, aan ons avontuur om zo te zeggen. Um, laat ik eerst maar wat hout gaan hakken. Dat heb ik gewoon nodig. Dus yes, let's do this. Het is, het is, heel veel mensen hadden dat niet gedacht. Dat ik gewoon. Of dat het de modpack eigenlijk ook gewoon. survival enzovoort is. Het is eigenlijk gewoon letterlijk een modpack. En. Heel veel mensen dachten dat het alleen maar avontuur was. En weet ik wat. Nee, het survival gedeelte hoort er ook in. En dat vind ik juist het belangrijkste in zo'n serie. Dat je het heel erg goed uh, combineert. Oh, dit is heel erg fijn. Op oh, oké. Okay. Uh, maar dat je het heel goed combineert. Dat is het allerbelangrijkste met zo'n uh, adventure serie. Want ja, een Minecraft element hoort er natuurlijk wel gewoon in. En dat survival. Dat hoort er ook gewoon in. En daarom vind ik deze mod zo vet. Omdat je heel chill kan afwisselen. Tussen. Nou, we gaan nu op avontuur. We gaan nu weer even terug. Gaan we even dingen traden. Want hier. Bij uh, de hobbits enzovoort. Nou ja, niet bij de hobbits, maar gewoon. Uh, Middle Earth. Kan je ook geld verdienen enzovoort. Dus dat is super vet. Ik weet alleen niet hoe ik snel kan travelen. Dat is wel een beetje anticlimax. En ik weet echt niet hoe ik dat kan doen. Kan ik ergens klikken ofzo? Dan kan ik hier naartoe klikken ofzo. Of als ik hier naartoe wil teleporteren, press V to ever, uh, travel. En dan moet ik hier, dit moet ik allemaal ontdekken. En als ik bijvoorbeeld naar. Oké, okay, hier kan ik dus allemaal nog niet naartoe. Maar als ik bijvoorbeeld hier naartoe wil. Um, Oké, okay, hier moet je dan eerst naartoe. Naar Aether Harrod doen. Dan moet je eerst daar naartoe en dan kan je fast travelen. En dat is best wel heel erg vet. Want uh, als ik uh, nu hier naartoe wil, naar uh, de river. Hier is. Uh, wat, vlakbij Bree is dit, als het goed is. Ik weet niet waar Bree is. Is het goed Is een Bree een beetje hier? Ik weet het niet. Maar dan kan je daar gewoon heel uh, makkelijk naartoe travelen. Dus dat is super chill. Dan klik je met één knopje en dan word je gewoon gethepeed. En dat is niet hek of iets dergelijks. Nee, dat hoort er gewoon allemaal bij. Dus dat is super chill. Oké, okay, ik heb nu wel uh, genoeg hout, I guess. Dus. Kan ik mooi even een mooie plekje maken in mijn hall? Ook al zeg ik dat het die van mij is. Eigenlijk heeft helemaal niet van mij. Maar, weet je, ik jat jullie huis gewoon. I really don't care. Ik woon met vet veel mensen samen. Hello there. Hello. Dit uh, is, is nu mijn crib. <laughs> Sorry, maar uh, ja, weet je. Ik moet ook ergens wonen. Hoppakee. En dan hebben we hier een crafting table. Kan um, ik die hierna zetten? Ja, die kan ik hierna zetten. Het ziet er niet echt mooi uit dan. Dus dat ga ik niet doen. Het ziet er een beetje heel weird uit. En eh, Hetzelfde geldt voor deze chest. Die gaan we ook even wegleggen. Want dan wil ik hier een chest hebben. Hier een crafting bench. En dan gaan we nog even een chest maken. Lijkt me wel handig. Wat de hel is dit? Nee, dat wil ik niet. Zo, hoppakee. En dan kan ik hier mijn bed neerleggen. En dan kan ik hier ergens nog een chest neerzetten. Dan zet ik hem dan maar hier neer. Hé, hey, ik heb... Wat? Huh? Oh, ik had buik nog een chest over of zo. Weird. Um, die leg ik dan wel hier. Zo, hoppakee. En dan leg ik deze... Deze crate, die kan er chill. Al mijn items zijn weg. Oh my god, al mijn items zijn weg. Wat, hier, ik, uh, wat ik hier heb ingedaan. Dat is heel erg naar. <laughs> right, dat is heel erg naar. All right, die long crate die gaan we niet meer gebruiken. Um, dat ding is gebukt. Like, no thank you. Uh, be, gone. be gone with it, long trade. Jij hebt zojuist al mijn items weggehaald. Dat is niet chill. Aan de ene kant is het wel chill, want dan ben ik er van heel veel troep af. Maar, naar. Heel naar. Um, want hier zitten gelukkig wel alle belangrijke spullen in. Dus het maakt in principe niet zo super veel uit. Zo. Oké, okay, ik heb lekker veel diamonds heb ik. Maar wij gaan zometeen de mines in. En dan gaan wij even kijken wat we allemaal kunnen fixen. Voor loot, want dat is natuurlijk, uh, nou ja, loot voor, uh, voor oort. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Daar komen we natuurlijk ook voor, naar Middle-Earth. Om hier gewoon, uh, ja, een, een, een kant op te gaan. Wat we leuk vinden. Oh, ja, zaten we, al mijn coins daarin? Oh, al mijn coins zijn wel weg. Ik had heel veel coins. Dat is nu allemaal weg. Ik had twee stack coins. Naar. Dat is heel erg naar. Nou ja, ik heb niks aan te doen. Het is gone. Shit. Dat is wel heel erg, echt heel erg jammer dit. Echt heel erg jammer. Maar ja, so be it. So be it. Um, ik denk dat ik eerlijk gezegd beter eerst een farm kan maken. Want nu ik helemaal geen eten heb, is dat wel heel erg naar. Uh, ja, laten we dat maar gaan doen. We gaan van eerst een farm maken. Oké, okay, dan doen we even snel zo. Pakken we wel wat hout. En dan gaan wij even snel een home maken. Zo. En hey, u. Time to farm. Ook al hebben ze hier best wel veel items waar je wel mee. Uh, hoe heet het? Kan farmen en uh, kan eten enzovoort. Maar ik wil zelf mijn farm wil ik ook hebben. Want ja, het is natuurlijk gewoon chill om goed te eten. Het zijn allemaal mandrake seeds. Dat hebben we niet nodig. Dat zijn allemaal witchery seeds. Kom op. Hebben jullie ook geen witchery seeds of zo? Dit is als het goed van Chocobo. Toch? Dit, dit vinden Chocobo's chill. Nee, ja, dat heb ik ook niet nodig. Geef mij seeds. Geen witchery seeds. Want die kan je niet goed planten en kan je niet eten. En ook geen bloemen. Anders oh, doen we dit toch gewoon. Hoppakee. Oh, jullie zeiden als ik op tab klikt. Dan kan ik ergens in veranderen. En dat kan ik niet. Dus als wij even kijken naar controls. Hoppakee. Misschien staat het hier wel tussen hoe ik kan veranderen. Oh my god, ik heb het gevonden. Kijk, hoppakee. Dan kunnen we bijvoorbeeld kiezen om een spider te zijn. En als het goed is, zijn we dan een spider. En dan kunnen we gewoon overal opklimmen, zoals je al ziet. Dus dat is best wel heel vet. En als ik terug wil weer veranderen, dan kan ik uh, gewoon zo doen. Woep. En dan word ik nu gewoon weer human. En dan ben ik. Oh, daar zit ik nu vast. Maar dan ben ik gewoon weer. Uh, human. Dus dat is best wel heel erg vet. En ik vind hier echt heel veel piggies. Dus laten we die piggies maar gewoon gaan killen. En dan krijgen we daar natuurlijk ook XP van. Maar het belangrijkste is: dan krijgen we daar pork chop van. En daar heb ik wel extra veel van nodig. Echt heel erg veel. En ik zie hier ook overal sheeps. Dus die kunnen we ook even mooi killen. Ik weet niet of die eten ook droppen. Nee, jammer genoeg niet. Maar die geven me wel uh, wol. En dat heb ik ook nodig. Dus dat is ook sowieso even chill. Woep. Dro nee, ja, ze droppen wel eten. Dus dat is super chill. Ze droppen moedhaan. En uh, natuurlijk wol, wat we nodig hebben. Want wol, met, met wol kunnen we natuurlijk een bed maken. En dat is ook wat we echt heel erg hard nodig hebben. Um, ik zie daar nog een hobbit huisje. Dus laten we daar maar even gaan kijken. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat ze hier allemaal hebben. Blijkbaar hebben ze echt gewoon hier ontiegelijk veel. Want de laatste keer dat ik Lord of the Rings mod heb gespeeld is een tijdje geleden. Dus ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat we hier allemaal uh, voor nieuwe dingen hebben. En of wij ook met hun veel kunnen interacten. Want dat, dat vind ik wel heel erg belangrijk. En of we ook gewoon quests kunnen doen. Want ik heb hier gewoon nog één quest. Dus dat moeten we natuurlijk ook binnenkort even gaan doen. Hallo. Dit is wel veel vrolijk. Ik neem deze allemaal. Al die lichten neem ik mee. Oh, wat is dit? Silver mat. Oké, okay, neem hem maar gewoon mee. I really don't care. Ik. Dit is hier echt veel vrolijker of zo. Het is veel lichter hier. Heb ik torches? Nee, mijn torches zijn ook gone. Dus nee, deze neem ik maar ook mee. Because why not? En deze ook. Want ik wil mijn huis gewoon vet mooi hebben. En dan verneuk ik gewoon iemand anders huis ermee. Ja. Moet maar. Sommige dingen moet je opofferen. Eh, hey bro? Wat heb jij nou weer voor vette bracelet? Holy shit, dat ziet er gaaf uit. Hello, hebben jullie wat te zeggen? Jullie hebben helemaal niks te zeggen. Jullie zijn echt saai. Jullie zijn echt heel erg saai. Um, eten. Potatoes. Kijk, daar kom ik dus voor. Carrots. Daar kom ik ook heel erg voor. En wat is dit? Een peer. Oké. Okay. En dit is pipeweed. Dat nemen we ook mee. Want ja, pipeweed. Dan kunnen we, kunnen, kunnen we gaan roken in Minecraft. En dan kunnen we rondjes blazen. En dan kunnen we ook een schip blazen. En dat is Gandalf. En hoe vet is Maar niet roken, jongens. Roken is slecht voor je. En ja, het is Minecraft. Dus in Minecraft mag het wel. <laughs> want ja, Minecraft. Oh my god, een huis! Is dat een tavern? Oh my god, misschien kunnen we daar ook wel in wonen. Misschien kunnen we overal in wonen. Gewoon heel Shire gewoon mijn huisje. Nou, laten we daar maar even gaan kijken. Want nu ben ik wel heel erg benieuwd wat dat voor plekje is. Ik denk dat dit een uh, tavern is. Waar gewoon heel veel hobbits zitten te drinken. En gewoon zitten chillen. Um, starting backup. Oké, okay, nou, helemaal goed. I really do not care. Of het is een farm. Dat is natuurlijk ook een grote mogelijkheid, yeah. <laughs> Pretty much. Wat zit hierboven? Oh, een huisje. I hope you have not been stealing any crops. Crops, nee. Uh, talk. We gaan even praten. I offer you the best crops in all the shire. Uh, trade. Oké. Okay. Nou, nah, I really don't care eigenlijk. Oh, we kunnen ook dingen verkopen. Sell. Wat wil... Hij wil bone meal. En hij wil een hoe. Alleen heb ik geen hoe. En ik heb ook geen bucket. Dus... Ja, sorry bro. Ik ga niet uh, dingen verkopen. Um, exchange coins. Hire. Ah, dat is wel vet. Je kan dus hem ook hiren. En dan kan, uh, kan je waarschijnlijk kiezen dat hij uh, gewoon gaat farmen en zo. Dus dat is ook best wel heel erg Wat zit hierin? Uh, Rose chestnut. En nog wat van dit. Oké, okay, super nice. Thank you very much, bro. Later. Ik spreek je later. Um, nou, dit is best wel redelijk. Oh, ik, ik vind het echt niet verkeerd. Dus laten we nu maar gewoon teruggaan. Laten we even dat farmpje. Um, maar gaan fixen. En dan hebben we in ieder geval genoeg eten. Want we hebben nu uh, potatoes. En we hebben carrots. En dat is gewoon heel erg belangrijk. En we kunnen een mooi farmland uh, uh, ja, farm gaan maken. Dus dat is ook super relaxed. En daarna moeten we een beetje op avontuur gaan weer. Want dan moeten we heel veel van die mond verschillen. Van de king. Want de king zei van. Ja, doe dat. En dan moeten we dat ook gewoon doen. Want ja, de king zegt het. En als je niet luistert naar de king. dan, uh, ja, dan uh, is het snel, uh, snel voorbij. Zo, nou, kijk, ik heb hier even weer van die zilveren dingen. Hoppakee, kijk, dat ziet... Ik weet niet, ik vind het zo veel, veel, veel vrolijker uitzien of zo. Ook al verbetert terecht helemaal niks. Maar dat maakt niet uit. Uh, laten we hier maar gewoon gaan slapen, because why not? Dan kunnen we gewoon lekker slapen. Yeah! Bam, hoppakee. High Day 5, Blothmart, Shire Reckoning, 1404. Oh, oké, okay, vet. Dus je hebt hier ook echt dagen in en dagen en maanden... Het is. Oh, het is nu al voorbij. Dat is um, Zit Er toch wel een bucket in? Nee, ik zocht een bucket met water. Ze zijn wel gewoon lekker nog aan het zuipen. Ja, why not? Ik bedoel. Uh, ja, waarom niet? <laughs> het zijn hobbits. Die hebben niks anders te doen. Letterlijk. Het lijkt me heel erg chill om een hobbit te zijn. Holy crap. Wat lijkt me dat fijn. Het lijkt me het fijn om een hobbit te zijn. Wow, wat is dit? Als het goed is, kan je dat hiermee doen? Ik weet het niet zeker. Oh, nee, nice, want Simoontje liet het net zien dat je um, wel de coins kon maken. Maar dat waren waarschijnlijk met zilver nuggets dan en geen, uh, geen iron nuggets. Damn it. Zo, dan oh, gooi je dit nog wel Wat is switch? Like, I don't know wat het switch is. Ik weet het echt niet. Um, ik wou twee buckets maken, want dat is altijd wel even handig. Hoppakee. Okay. Nou, laten we nu maar een plekje gaan vinden waar we... Oh, heb ik trouwens een shovel. Do I have a shower? Because I do not. En je kan die dingen niet maken, want dat moet je met Tingles Construct maken en zo. Vet moeilijk doen en heel irritant. Dus ja, dat kunnen we niet doen. Laten we wel even snel wat water collecten. En laten we maar gewoon een farmpje gaan maken. Ja, want dat is gewoon hartstikke belangrijk. Hé? Pe pe peony Banks? Greetings, dan. I've seldom seen big folk like you around this part. Th these parts. Moeilijk praten. Oh my god. Oké, okay, als het goed is, was hier water. Of lava. Neem aan van water. Uh, wat voor water is dit? Is dit gewoon normaal water? Ja, nice. Het is gewoon normaal water. Um, waar gaan we ons farm maken? Ik denk. Uh, dat is een hele goede eigenlijk. Ja, waar gaan we ons farm maken? Kunnen we trouwens wel terug? Hoe komen we terug bij. Ja, uh, yeah. hoe gaan we eigenlijk weer terug naar de echte wereld? Dat is eigenlijk een hele goede vraag, weet je dat? Dat is een hele goede vraag, hoe wij terug gaan. Want dat kan hier niet, denk ik. Oh my god, een dartboard. Kunnen we dit spelen? Ik denk het niet, hè? Oh, nee, nu is het zeker weten te gaan. Oh, nou, dan leggen we hem daar neer. Hoe komen we terug? Ik denk niet dat je terug kan komen. Dat is heel erg naar. Dat is echt heel erg naar. Maar, oké, okay, whatever. Um, laten we ons vak gaan maken. We gaan eerst even zorgen dat we genoeg sticks fixen. Hè? Want dan kunnen we natuurlijk een beetje... Want dan lopen alle hobbits eroverheen. Dat is niet chill. Uh, even kijken. Had ik trouwens ook nog mijn questboek? Ja, die had ik. Nice. Daar maakte ik wel een beetje zorg om als ik die niet meer had. Uh, even kijken of het nog oud of nieuw is. Misschien lukt het zo nog wel. Oké, okay, zo lukt het nog. Nice. Zo, hoppakee. En dan kunnen wij even een gate maken. Eentje is wel genoeg. En ik denk niet dat dit genoeg is. Maar... We moeten even kijken. Want dan wil ik. Zullen we dat gewoon. Ik denk hier is wel een mooi plekje toch? Is hier een mooi plekje? Kunnen we kunnen het ook de boven maken. Uh, of hier. Misschien is dit nog wel beter. Maar ik like, laat het maar hier gaan maken. Ik denk toch wel dat het best is. En dan halen we dit even weg. Zo. Oké. Want dit is allemaal al plat. En het is allemaal mooi. En weet ik veel wat. En de hobbits vinden het waarschijnlijk helemaal niet erg. Want ja, hoe meer farmlands, hoe uh, blijer die hobbits worden. Zo. Ik heb hier wel echt heel veel hout voor nodig. Al wil ik dit gaan doen. Hé, hobbit, ja. Dit is allemaal weg. Get out of my way. En dan gooien we hier even water in. En dan gooien wij hier ook even. Nee, nee, dat wou ik niet doen. Is eigenlijk wel handig om te doen, want nu alles eromheen is weg. Dus dat is wel super nice. En dan willen wij gewoon heel makkelijk dit doen. Het like, maakt nog niet uit dat hobbits hier overheen lopen. I really don't care nog. Alleen als we maar niet dat elke keer doen. Dus dan moeten we zo meteen moeten we het wel even fixen. Hoppakee, dan kunnen we dit vast al even neerleggen. En dan krijgen we heel veel carrots. En hey, nee. Jij hebt het zojuist om mijn eten opgegeten. Vond ik niet leuk. Vind ik niet leuk. Moet je niet doen bij ja. me. God damn it. En dan pakken we even ons boneil en dan gewoon. Whoop. En ik wil toch eigenlijk heel veel potatoes hebben. Dus ik ga de potatoes gaan farmen. Omdat we natuurlijk van die hobbit furnace hebben. En die hobbit -furnace, die zijn vet goed in vet veel eten tegelijk koken. Dus daarom ga ik heel veel potatoes fixen. Want kookt potatoes, als het goed is, het beste, e beste en snelste makkelijkste eten wat er is. Dus dat is super gunstig. Hoppakee. Kijk, we hebben er nu al 25. En dan kunnen we dit nu helemaal rondom doen. En dan hebben we nog heel veel... Boommeel, en het gaat regenen. En daar ben ik eigenlijk alleen maar blij mee. Want ja, als het gaat regenen op je farmland, dan uh, groeit het. Ik weet niet zeker of het sneller groeit eigenlijk. Ik denk, ik denk het niet eigenlijk. Maar het, al die dingen worden wel gewoon. Uh, ja, hoe noem je dat? Nat. <gacht> ik denk het wel. Zo. Nou, dan kunnen we nu deze kant even doen. Hoppakee. Ook gewoon er helemaal omheen. En weer gewoon heel veel potato's droppen. Hoppakee. Super gunstig dit. En dan hebben we natuurlijk ook nog een paar carrots zo zometeen over. Of we, oh, daar nee, hebben we helemaal niks meer van over. Nou, dit is ons uh, mini-farmland. En dan ga ik hier de vetzielige fence vet gate neerzetten. Oh, nu staat hij daar echt heel erg zielig. Uh, maar nu gaan wij onze fence gate neerzetten. Hoppakee. Oh, okay. En dan hebben we hier gewoon. Oh, wacht, weet je wat ik wel even wil doen dan? Dan wil ik hier. Wil ik. Wel een soort van raampje hebben. Als dat me lukt. Ik weet niet hoe ver dit doorloopt. Hallo? Hoe ver loopt dit door? Ik ga niet menen dat, dat ik nergens kom, toch? Hallo? Dit <laughs> is weird. Oh, oké, okay, je komt hieruit. Um, nou, dan wil ik hier binnenkort. Ik ga hier dan even een andere ingang maken. Want dat is natuurlijk super chill om hier gewoon uh, een ingang uh, te hebben. What up, bro? Oh, oh wat is dit? Can you be good friends and bring this old hobbit some uh, sweet to parry? It's been a hard garden. I think I love to drink some both. Oké, okay, ik heb een quest. Hurry, midnan. Ja, um, yeah, ik heb een quest. Maar hoe doe ik dat? Die quest. Achievements, titles, shields. Oh my god, dat is een Oh my god, wat gaaf. Map. Factions. Ik heb een quest. Maar hoe kan ik die quest ergens zien? I really don't know. Um, to parry. Ja, yeah, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Sorry, Hobbit. Maar dat komt een andere keer wel. <laughs> Joost, ik wil jullie ook hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Als je hem leuk vond, vergeet dan even niet een blauw duimpje te doen. Ik ga dit even allemaal veranderen. En dan ga ik hier een andere ingang maken. Waardoor dit mijn werkplek wordt. En dat gaat veel makkelijker worden. Hartelijk bedankt voor het kijken. Nogmaals, jongens. Check jullie morgen weer. Of overmorgen weer bij een grote aflevering van TC. Ik zeg. Peace!